Goedendag dames en heren, crypto traders. Mijn naam is Jan-Robert Schutte van Crypto Academy. En ik zie hier een hele mooie coin voorbij komen. Dus VeChain, die hebben we al een tijd geleden ook gekocht. Onlangs gekocht voor de dollar cost averaging portfolio. En staat nu wat onder druk. Dus kan een mooie koopmoment zijn natuurlijk. Ranked number 34 op CoinMarketCap met een market cap van 268 miljoen dollar. Dat is niet echt een super grote. Wel binnen de top 50, dat is mooi. En als we naar de grafiek kijken, dan zien we dat op dagbasis al een tijd geleden een koopsignaal is afgegeven rond de, even kijken wat zou het zijn, 0,0041. En we hebben nu een boost gezien richting de 0,005, oftewel 25% erbij. Heeft zelfs een dip aangetikt van een low van 0,002. En op zich zie ik nog ruimte richting de 7 of 8. Met andere woorden, een verdubbelingetje vanaf dit niveau zou wel in de mogelijkheid liggen. Alleen nu hebben we een behoorlijke downtick vandaag. Desniettemin, als je nou een stop-loss neemt op 0,004, dan heb je een pak een beet een 0,8 ratio. Dan zitten we omhoog naar 5,6. Dus dan de eerste target zou dan 1 op 1 0,0056 zijn. Maar ik zie toch wel meer perspectief richting ja, toch de highs van maart. Ja, maart niet, maar in ieder geval ergens in maart. En dan zit je toch rond de 7, 8. En dat zien we dus hier. Ja, we hebben zelfs een 0,008 was in februari zelfs. Nou, als we nou gaan inzoomen naar de 4-uur grafiek, dan natuurlijk kan niet anders dat we wat onder druk staan. Dan wel een beetje in het consolideren zijn. Dat is in ieder geval, we moeten zien dat we ook via 3 commas of 3 seeded exchange ook de trades kunnen plaatsen. Dat is heel mooi. Automatisch morgen, dus om woensdag, elke woensdagavond om 8 of 9 hebben wij een Zoom-meeting met een mastermind-groepje. Maar goed, desniettemin, ik zei dus rond de 0,004 zou ik dan een stop-loss leggen. Met huidige koers van 0,0048 is dit een mooie ja, koopmoment. Natuurlijk zullen we wat beren op de weg zien, maar bij een weerstandje van 0,005 ja, daar zitten we vlakbij. Is dat eigenlijk een ja, kleine moeite om daar doorheen te breken, naar mijn idee. Dus met andere woorden, VeChain, VET, it is. Bekijk deze coin zeker de moeite waard om hier long in te gaan, met uiteraard een stop-loss niveau. Ik wens je heel veel succes, tot de volgende keer, ciao.